Aan de ingang van het Amsterdamse Bos stond dit café in de weg en de eigenaar moest het op last van de autoriteiten verplaatsen. Afbreken en weer opbouwen was te duur, maar een transportfirma wist er met een man of 11, een paar lieren en een stevig onderstel wel raad mee. Zo kon het koffiehuis zijn rijtour beginnen naar een nieuwe standplaats, 1,5 kilometer dichter bij Amsterdam. De caféhouder wilde zijn rijdend bedrijf graag aan de gang houden. Hij kon toch moeilijk met die kou zijn klanten buiten de deur zetten. Er wipte zo nu en dan zelfs nog iemand naar binnen. Op die manier kregen de talrijke gasten niet alleen een warm kop koffie, maar ook een leuk cafétochtje over de Amstelveense weg. Iedereen had alle reden om tevreden te zijn. De zaak liep op rolletjes, het bedrijfsleven boekte goede vooruitgang en men werd op zijn wenken bediend. Afgezien van een paar koffievoetbaden verliep de operatie Café aan de Rol volgens plan. Het hele zaakje legde de 1500 meter naar de nieuwe plaats af in de recordtijd van 10 minuten en 3/19 seconden.